En we zijn hier vandaag op het 15e Energiecongres, waarin dat we de evoluties rond de digitalisering onder meer en de klimaatuitdagingen die er zijn voor de bouwsector, om die op te volgen. In die Vendels vandaag is voor ons zeer interessant. Het is een netwerkmoment, een stukje, maar anderzijds worden ook de laatste nieuwe beleidslijnen toegelicht. Er worden engagementen gesmeed, zal ik maar zeggen, om de energietransitie samen aan te pakken. En wij zijn eigenlijk hier omdat we absoluut moeten weten welke uitdagingen dat er in de toekomst afkomen op onze sector. En dat zijn er heel wat, zoals we deze voormiddag gehoord hebben. Ik vond het een heel interessante ervaring om hier op dit congres te mogen spreken over ons eigen investeringsplan. Maar zeker ook om een aantal dingen te leren van de bouwsector. Een stukje kunnen wij als bedrijf inschatten wat de markt nodig heeft. Maar vandaag krijg je zeer gecondenseerd heel veel informatie en inzichten van andere bedrijven.